Hallo iedereen en welkom bij Zoektocht naar Gebroken Beneman. En dan zul je denken, Gebroken Beneman, hallo. Ik kan ook geen third person nu doen. Dat ligt misschien hier, wacht even. Nee, ik kan geen third person. Ik heb gebroken benen, zoals je rechts ziet, zie je een bot wat gebroken is. Ik begin nu te hoesten. Oh, Yves. Ja. Als je me tegenkomt, moet je me killen. Ik hoest. Het houdt in dat ik geïnfecteerd ben. Waarschijnlijk. Of dat ik het gewoon koud heb omdat mijn temperatuur 24 graden is. Zou ook kunnen. Maar ik denk hoest omdat ik geïnfecteerd ben. Oh, we zullen wel zien, als je er zit. Ja, daarom. We hebben een hele grote kaart. Die zal ik nu even in beeld doen als ik dit niet vergeet. Dus. Don't shoot me als ik het wel vergeten was. Maar dat is het hele eiland. Met alle namen erop in de mooiste Russische talen. 4 EP-Ropensen of zoiets. Dat is Chernogorsk. Dan hebben we nog Elektrozavodsk. Dat is 3 PTK EKTP 03 AB Boahak of zoiets. En er komt een kleine golem op mij afgelopen. En nog een andere grote zombie. En er loopt nog een zombie in het Ah, midden van de fucking weg. karakter. En niet meer. Ik lig hier gewoon op de weg. Misschien laten ze me met rust. Alsjeblieft, Golem. Ik ben niet je precious. Rot op. Ik lig ergens tussen Berezino of zoiets en Nizoye. Bij een stalen brug en een fabriek met twee schoorstenen. Langs de kust. En Yves is ongeveer bij. Nou, inmiddels denk ik Solnichini. Dus is redelijk dichtbij. Nee, ondertussen nog bij Tulga. Oh, Tulga. Oh, nou dan is Yves bij Tulga. Ik zal, als ik het weer niet vergeet, de map nou in beeld laten zien. Wat het is. Ik sta aan het einde, want dat had ik gezien met die andere commentaar. Die had ook de map in beeld. En dan wat het hele stuk wat ze gelopen waren. Ik zal proberen om dat ook even te maken. Kun je zien waar we helemaal langs gelopen zijn. Dat wordt echt een soort dagboekverhaal. Dag 1. Mijn benen zijn gebroken. Mijn temperatuur gaat omhoog. Ondanks dat ik mijn benen heb gebroken en hier op een asfaltgrond ligt. Lekker, het wordt lichter. Ja, het wordt lichter, hè? We hebben net ook al een keer gefilmd, was het stikken donker. Oh, Gollum. Rustig, Gollum. Nee, niet hoesten, character. Maar toen was het echt gewoon stikken donker, dat je, zoals je nu mijn beeld ziet, zie je Gollum niet. Je ziet gewoon alles zwart, alleen de lucht zie je heel iets grijs. En that's it, dat is de nacht. Dus heel irritant. Voor die tijd moet je ook of sowieso heel veel flares hebben. Of een flashlight, die is er ook. En dan kun je een beetje rondlopen met de flashlight. Kun je adden en je gun, alles kunnen we doen. Maar we zitten nu op een hardcore server, zie ik ook. Dus we hebben ook geen crosshair. En ook geen third person. Oh. Ik heb een zombie doodgeschoten. Ben je nog zeker een mint? Staff. Er ligt een zombie nu bovenop mij. Oh Golem komt shit. ook terug. Golem is ook dood. Ik leef nog. Oh kut, ik ben nu wel aan het bloeden. Heb ik nog een bandage? Nee, ik had niks meer. Ik had geen bandage, helemaal niks. Ik ben ook aan het leegbloeden nu eens. Ik kruip naar voren, over de weg. Help mij. Kom eraan. Veel zombies achter me. Oh, je hebt ook nog zombies achter je. Nou, ik heb Ja. nog 5 kogels en nog 1 magazijn. Van 6, als ik goed heb. Daar moet wel lukken. Dat moet helemaal niet lukken, inderdaad. Eén kogel per zombie is genoeg. Ja, in zijn hoofd. Als het goed is. Wow, ik hoor Ik heb er iemand. maar 4 keer mee. Ik hoorde iemand. Met een mic. Was net Dark Vader. Help, help. Krijg je dat waarschijnlijk. Of ik schuur gewoon heel veel hoeden van de grond, zou kunnen. Ik heb wel dat het lelijke rode icoontje van de server disconnected. Ja? Beetje jammer is dat. Lang er niks gebeurt. Ja, inderdaad. Prima. En ik heb nog steeds die rare wit gloed om al die bladeren heen. Ik snapte de ballen niet wel. Maar misschien is het hier gewoon sneeuwerig of zo in deze map. Ja, ik hoor iemand. Hallo, zegt hij. Dat is ook het mooie aan deze game. Je hebt, nou of mooi, ja, op zich is het wel leuk. Als je het echt heel goed wil spelen, kun je met allerlei andere mensen, survivors, je hebt gewoon voice chat.
Je hoort ook gewoon een voice chat als dat Yves. Oh kut, ik ben nou een doodbloede Yves. Go to the player selection screen, ik ben dood. Respawn? Nee, wat moet je ook weer doen? Restart? Abort? Abort, yes. I'm ready, of zoiets. Nee, escape, oké. Het was heel krom wat je moest doen in ieder geval. Receiving data. Maar in ieder geval, je kunt dus met andere mensen, die hoor je ook echt op een afstand. Dus als ze ver weg zijn, hoor je ze ook heel zacht. En hoe dichterbij ze komen, dan hoor je ze echt gewoon dichtbij ze, maar dat is wel realistisch. En als een character praat, met voice chat zie je zijn lippen meebewegen. Dus het lijkt echt net alsof die andere characters gewoon in de game echt praten tegen je, zeg maar. Omdat ze echt gewoon helemaal meebewegen qua gewoon animatie, zeg maar. Dus dat is wel heel nice. En ze willen het volgens mij ook fixen dat zombies het kunnen horen als je praat. Dus dan moet je echt gaan fluisteren als je dicht bij elkaar in de buurt bent, zodat die zombie het niet hoort. Maar ja, als je nou in Leroy Jenkins in je ding hebt, dan ben je de lul. Ik ben bij een strand, Yves. Bij de vuurtoren! Kan dat? Ben je dat? Denk het, ik zie een kleine op een vuurtoren. Rotsig eilandje. Nee, oh nee, nee, dit is geen vuurtoren, het is een hele kleine. Ik heb geen idee waar ik nu ben. Maar ik zie er wel meer. Heb ik ook flares? Ja, ik heb ook flares, mooi. En ik heb een pistool. Komt helemaal goed, dit. Alleen equipt hij die pistool niet. Waarom? Oh, nou wel. Oh ja, third person werkt niet. Ik weet niet wat het is, een heel klein vuurtorentje. Maar wil ik niet. Kunnen we naar boven klimmen? Nee, ik kan niet naar boven klimmen. Ik sta bij een hele grote berg en waarom, ik weet niet waarom, maar ik heb een heel klein vermoeden. Ik loop over een treinspoor. Ik had een vermoeden dat ik nou helemaal links gespawnd ben, dan ga ik echt janken. Nou, daar kom ik van. Ja, want dat lijkt me echt een plekje voor een kleine vuurtoren. Zo aan de zijkant. En daar ligt een spoor. Een spoor gaat met een bocht, dus dat zou heel goed kunnen. Maar ik moet zo meteen even opletten als ik bij Komarovo kom. Scheidnaam. Laat het gewoon plaats A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, I, dingen noemen. Maar ik loop over het spoor. Nog steeds wel langs. Betaal een brugwaarde jij juist. Ja, daar ben je nu zeker. Oh, gisteren ben ik nu. Ik bloedde dood, ik kon er niks aan doen. Een liedje, had je nog iets nuttigs? Nee, ik had alleen Makarov met nog twee magazijnen. Oh, je hebt genoeg gimmicks. Maar ik denk niet dat ik er meer lig, omdat ik al gespawnd ben. Ik zit bij een klein haventje. Goh. Wacht even. Wacht heel even, als dit een weg is. Yves? Jij moet doorrennen. Ja. Wat? Volgens mij moet je rechtdoor rennen. Ik zit boven jou. Op de plekje waar ik net ook was. Met die hele rare haven. Lijkt het op. Ja, dat zou dus heel goed kunnen. Want dan ben ik, was ik net bij B... By... Nee, dat kan niet. Dat is ver weg. Maar... Waar zijn jij nu dan? Gewoon vooruit lopen. Boven Berezino. Ik heb het niet bedacht, maar het is Berezino. Berezino, waar staat dat, jongen? Ik kan een kats missen, maar het lijkt verdomd veel op die haven waar ik net was. Is dat nog boven Polana? Polana? We zien je Polana. En Beniziana. Bah, Beniziana. Waarom zie ik dat? Oh, B, ja, ja, je hebt B, niet zo hoor, ja, en niet zo hoor je, dat ding. Ja, maar daar? Volgens mij is het hem. Dit niet. Als ik nu dichterbij kom, is het een groot gebouw namelijk. Met één stijgertje, één aanlegstijger. Dus dan ben ik daar niet. Oh, de loopt zonder. Dus dan is het wel de verkeerde kant. Het leek namelijk op die stijgers die ik daarboven zag. Want dat is een rare inkeping, ja. Daarboven. Ja. We zijn nu bij een fabriekspand. Ergens aan het water. En daar staat redelijk dicht een kraan bij in de buurt. Nee, er zit zo niet achter mij. Zie jij kraan ergens over het water? Nee, ook niet. Nee, nou, dan is het aan de juiste kant nog. Ik ken niet anders.
Ik ben wel een beetje loof, ik moet heel snel klimmen. Dank u. Klimmen! Hij klimt niet. Ik zit bij een treinstation. Een dubbel spoor, zelfs. Ilnishini heeft een groot treinstation. Wie? Ilnishini. Nee, ik denk niet dat ik daar zit, maar dat weet ik niet. Nee, maar dat is een treinstation aan de zijkant. Wacht even, ik heb twee zombies. Zie jij nog een grote brug links? Wacht even, oh kut. Ik ben aan het bloeden en ik kan niks met die pistool. Omdat het hardcore mode is, als je inzoomt, zie je gewoon. Fuck off, zombie! Ja, hè, zombie is dood. Godverdomme, komt Gollum eraan. Gollum is dood, wacht even, inventory. Bandage. Bandage myself. Ik heb dus geen idee waar ik nu ben. Leuk! Ja, oh zo fijn. Dat is het leukste in deze hele game. Eerst gaan zoeken. Belachelijk ver zoeken. Wat was bij een klein haventje, maar ik zou bij god niet weten waar dat is, joh. Disconnect en connect. Dat staat erop waar je zit. Ja, dat klopt, ja. Maar ik heb geen bergen bij mij in de buurt, het is allemaal vlak land. Heel erg vlak land. Zou het dan daar zijn? Ah, ik ben dood en bloeien. Kan niet alleen duren. Ik zie een zombie in de bosjes. Vuile pedo, zombie. Pak mij dan maar ineens. Ik loop nou door bomen. Tussen de bomen door. Ik weet niet of het helemaal slim is, zal een zombie zijn, maar... Ik zit echt een rare kust met heel veel open plekken hier. Dat is alsof er allemaal gebouwen zo moeten staan. Het is allemaal nog steeds wit en blij. Dat is wel raar geluid. Disconnect teken, god op. Ik ben nu weer bij een ander haventje. Ook zo'n kleintje. Heb je ook een weg met een straatbord of zo? Ik gok dat ik bij Balota ben, helemaal links onderin dan, maar. Als er dit trein voor moet zijn, ja, trein voor. Server icoontjes ook stront hier dan trouwens. Niet dan. Welk? Dat server icoontje de hele tijd dat gele. Oh, dat stoort mij niet. Ja, je ziet dat, dat is in beeld. Even serieus. Ik kan toch niet? Nee, is een ander haven. Maar als jij bij Balota zit, moet jij gewoon. Ja! Ja, waar ben ik? Bij Balota. Ja, daar ben ik. Ik had het goed. Allegas. Ik sta hier bij een treinstation. Op een treinstation staat er boven heel groot Banota. Wat dus Balota wordt in het normale taal. Daar ben ik dus helemaal. What the fuck, jongen? Dat is een uur lopen, jongen. Ja, dat is best wel lopen, inderdaad. Jongen, jongen. Allee, jongen. Denk er gewoon even recht spawn, hè? Ga je zelf op flink? Ik ben al dood. Je bent al dood. Oh. En het wachten op de search. Oh, wacht, hier ligt iets. Touw. Ik vraag me alleen of ik het kan. Kunnen wij gaan op te hangen? Ja, misschien. Is het moi?
Ik heb waarschijnlijk iets nou opgepakt, maar ik weet niet wat. Wire fencing kit. Raise a wire in large coils which can be expanded like a concerto with steel pickets to form military wire obstacles. Nice. Een defense objective. Object. Maar ik ben dus bij Lota. Dat vermoed ik niet. Dat leek me al dat daar het vuurtorentje was. Hoop dat ik daar spawn. Ik ben nou iets verder aan het rennen over het spoor trouwens. Maar je moet maar even kijken. Richting waar? Chernogorsk, de grote stad. Ah, oké. Okay. Als huis in het treinspoor hebben, gewoon langs het treinspoor rennen en dan zie je vanzelf al een keer. Solnichini! Oh, ik ben helemaal in Solnichini. Oké, dan rennen we verder op. Huh. Ik kom er aan. Nee, ik kom er ook aan. Ik wil nog tot Chernogorsk. En die andere fucking grote stad, dat overleef ik geen eens, joh. Ik hoop dat die zombies weg zijn waar ik ben gestorven. Waarschijnlijk als ik in Chernogorsk, door Chernogorsk heen ren, veilig, levend, en in Elektro Zavodsk kom, dan heb ik ook een leger van 50 lui achter me aan ofzo, denk ik. Ja, daar had ik er juist veel men achter me. Want het is ongeveer dezelfde afstand, wij moeten elkaar ontmoeten in Elektro Zavodsk als ik zo'n beetje kijk. Ja, zoiets. Komt wel goed. Ach. Ik loop gewoon rechtdoor over de berg, jongen. Ik weet niet dat rap zeggen zijn. Ik ren over het spoor. Dat is het makkelijkste. Anders raak ik verdwaald. Maar jij kunt inderdaad rechtdoor over die berg heen rennen. Als ik zo naar boven zie, dan ontmoedigt mij, jongen. Ik word al moe in deze plaats. Ja, bla bla bla. Ja, ik hoor ook bla bla bla. Yep. Yep. Nee, niks git. Maar ja, doen het glas van een kakzakker. Duurt lang, ik heb al 5 zombies gekild. Yeah. Er zijn 295 zombies actief in de server. Gisteren hadden we er een, of in de livestream hadden we er een met 580 of zo. Maar dat is helemaal een ramp, want dat was ook zo donker als een neden. Dit is tenminste schemerig, maar het moet toch wel dag worden, neem ik aan, of niet? Ja, binnen 6 uur. Ja. Of als iemand weet wat het is. Ja. Ik heb geen idee. Pff, ik word ook moe van dat geren, joh. Oh, ik ga wel even achteruit onder. Heel erg. Achteruit in de stoel zitten. Onderuit gezakt. Dom rennen op zoek naar iets langs het spoor. Yeah. Zou ik gewoon langs het spoor blijven rennen door Chernogorsk? Op. Veiliger ding. Ja, dat denk ik ook wel. En het lijkt ook net heel iets kort. Yes. Maar ik zal nou net een keer Chernogorsk inlopen, denk ik. Want het... Oh, er komt een zombie aan. Oh god. Sowieso dat ik Chernogorsk inloop, want er zijn 2 zombies hier naast de spoor. Jullie zien mij niet, jullie horen mij niet. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ik heb er één achter mij aan. Die rent sneller dan mij zelfs. Oh, flare. Oh, kut. Ik ben aan het bloeden alweer. Nee, Tony. Maar mijn poppetje rent niet zo snel. Als de rest, ik weet niet waar dat komt. Misschien door die barbed wire die ik op heb gepakt dat hij langzamer is ofzo. Zou heel goed kunnen.
lang is kleur te zien in die. Ja, de enige kleur wat ik zie is rechts. Die koot. Groen. Dit. Lang. Er is die in Tjernogorsk, trouwens. Maar het is wel een hele leuke game. Als we maar eindelijk een keer bij elkaar zijn, dan kunnen we eindelijk gaan plunderen en een beetje steden ingaan. En shit. Yes, dan gaat het plezant worden. Dan gaat het pas leuk worden. Zoals nu is het gewoon een beetje dom zoeken, maar je kunt dan een beetje wennen aan de game of wat dan ook. En dit is heel lelijk zwart-wit. Bij mij is het echt zwart-wit. Ik weet niet wat voor kleur jij hebt, maar... Zwart. Grijs. Blauw, roze. Ja, achteraan is de lucht een beetje wittig. Voor mij. Voor de rest zwart en grijs. En... Ik moet over een hekje heen klimmen. Rood soms. Bij mij is echt niks. Ja, flares zijn rood. Ja. Maar anders niet. Ik kom. The fuck? Ik kom bij een eilandje. Oh, dat zou Tjernogorsk zijn. Dat zal het uitsteeksel zijn van Tjernogorsk. Hoe lang zijn we überhaupt al bezig trouwens? Vanaf hoe laat? Inderdaad. Die vraag. Maar elkaar te zoeken is of? Ja, nee, met de opnemen. Zoeken zijn we al langer bezig. Oh. 3 dagen. 3 dagen. Ja. Hey, het ligt hier een dode zombie. En die niet automatisch kan lopen? Oh nee, dat is een hoop stront. Die niet automatisch kan lopen? Nou, dat denk ik niet. Fallout. Je moet twee ingedrukt gaan. Oh, ik kom bij Tjernogorsk aan. Hey. Jee, eindelijk. Eindelijk. Oh, er loopt iemand bij mij aan, ik zie die. Loopt iemand bij mij aan, ik zie die. Een normale. Dus een ja. Ik heb hier al boten, maar ik denk niet dat ik ermee kan varen, of wel? Van die houten bootjes, daar moet je toch mee kunnen varen, in principe. Wacht even, ligt er nou iemand dood op die stijger? Misschien heeft hij de loot. Is dat een zombie? Bandage. Protocol. Spring nu de zee in naar Electrozaf. De zee in naar Electrozaf. Oh. Ik ben met het uitstulpen van Tjernobyl. Ik was even iemand aan op een stijger aan het bekijken, maar die had geen loot. Helaas. Oh. Ja, inderdaad. Offer the money. The bang bang. Even kijken, als ik daar overheen ren, dan is dat een pokken eind zwemmen langs die boot. En dan snij ik wel een heel stuk af trouwens. Als ik langs die boot ga. En heb je dalt de temperatuur heel sterk? Ja, maar die daalt veel te rap, ja. De temperatuur daalt heel snel, ja. Maar kan ook wel zijn dat het winter is ofzo, qua seizoen, dat daarom alles zo raar wit gekleurd is. Het zou me niet verbazen, maar... mijn temperatuur is nu nog 98, ik had mijn temperatuur wel lekker warm. Ja, nu is hij ook nog goed. Met regen. 1 over 3 juist, 2%. Ja, inderdaad. Hanno was killed. Oh, kijk, een zombie. Oh, kut. Golem. Het lijkt alsof Golem mij niet door heeft. Oh, kut, nog een Golem. Ik ren nu over dat eilandje bij Tjernogorsk. Ik ben er nog verder geen één survivor tegengekomen. Hoeveel mensen zitten in die server? Toch al zat op het moment, volgens mij. Een stuk of 30.
Zombies zijn ook al veel meer, hè? Zijn er dan 400 bijna. In plaats van 225 wat net was. Dit is 40 man niet. Ja, hier. Maar ik ben nog niemand tegengekomen verder. Heel veel luiken om andere lasje, dat ding. Ja, net hoorde ik een keer blablabla, bla, bla, die deur. Ja, ik zijn er juist twee man tegengekomen. Moet je nog uitkijken dat ze je niet killen. Inderdaad. Want dat kan ook. Mensen kunnen elkaar ook gaan killen voor loot. En wapens en shit. En daar waren wij ook van plan. Tuurlijk! Maar, volgens mij lag er iets in de bosjes of er waren gewoon rare renden in de bosjes. Ik loop nou in hoog gras trouwens. Een mooi in de zee. Ik loop langs de zee. Nee, in de zee. Heel lekker. Ik schud wel heel erg, mijn temperatuur is zelfs 100 nu. Dat is gestegen. Oh. Ja, heel lampad. 90. Vraag me af waarom hier zo'n bruine vlek is. In het water, dat ziet er heel raar uit. Maar ik ren langs het water. Langs de haven. Zwem ik langs de boot. Gewoon rechtuit naar Elektro stad. Elektrozavodsk. Ah, die boot. Die boot, ja. Nou, ik zat verkeerd. Ik ben nu nog maar bijna bij Krutoy Kap. Bij wie? Krutoy Kap. Wat is dat? Ja, oh, daar. Dus, oh, ja, ik zie hem. Ja, ik zie hem. Dat uitsteeksel. Maar ik loop nou ook nog maar net Channel Ghost kennen. Ik zie net de moskee nu. Afbranden! Ja, maar... Ik weer heb mee. Toch. Ik heb alleen flares, maar dat helpt niet. Het is wel jammer dat je niet in third person kan, anders dan ging het allemaal een beetje in third person. Beetje niks. Oei, Elektra is precies... Nou? Terwijl één niet. Anyone in Elektra? Oh, kut, dit is group channel. Wij zijn ze beat en jij niet meer. Almost. Duurt toch. Nou, sowieso 10 minuten waarschijnlijk. Voordat ik er ben. Maar dan kunnen jullie in ieder geval goed zien. Ja, met deze commentaar. Hoeveel moeite we eigenlijk moeten doen. Om bij elkaar te komen, omdat je niet bij elkaar spawnt. Dark? Nee, het is schemer. Alsjeblieft, laat het niet donker worden. Ik loop nou echt door de haven, zo'n beetje, bij die boot. Oh, maar dat duurt nog wel 3 minuten. Ewoks, ah, it's dark. Player Ewoks is connected. Hi, friends. Wie de fuck is friends? Fuck off, joh. Jongen, dat is nog licht is. Nu zien we iets. Ik wil net zeggen, ik weet niet hoe donker zij het allemaal hebben, maar... Ik zie tenminste nog iets, maar het wordt wat donkerder trouwens. Inderdaad. Oh, ik ben met ziekenhuis. Buiten toch nog licht? Wat? Ja, maar dit is geen Nederlands server. Dit is een... Wat is dit voor server? Ik weet het geen meer. SU? SU. Suki Country Owners, SC. Dat het donker wordt, voor oh. Mensen een teken van ga naar bed ofzo. Maar iedereen joint een andere service en er wordt veel te druk van. Dat day and night is alleen maar irritant, omdat nacht echt belachelijk doet. Dat kun je nou wel zien, maar je ziet steeds minder. Maar straks wordt het pas echt erg. Ik ga doodvriezen. Best in het water. Ik heb 99. Mijn benen zijn gebroken. Je benen zijn gebroken? Dat schiet op. Weet je dat ik ben nou straks de Channel Gosk en jij spawnt bij, weet ik veel, La Patine of zo, helemaal linksbovenin bij het vliegveld. Helemaal op land. Disconnect, connect. Eve was killed. Wacht, zal ik hier even wachten in Channel Gosk? Oh, hier is het einde. Ik schud.
fut belachelijk had. Waarom weet ik niet. Eigenlijk. Ik weet niet waar het last van heeft. Hoe gaat het? Ben je joint? Klaar. Oké, ik loop wel even zo. Kom aan, laat het een beetje dichterbij zijn. Oh, je kunt nog sneller rennen, ja. Volgens mij. Twee keer op zitten. Op W bij u. Ja, W, ja. Tenminste, het lijkt sneller, maar. Ik ben echt bij Chernogorsk, echt in het midden van Chernogorsk. Aha, heel grappig ook al. Moet je V ingedrukt houden zoals je wil klimmen? Mijn character wil niet over een buis heen klimmen. Dan moet je overheen met het trappetje. Goddammit. Oeh, nice. Is die auto bruikbaar? Nee, die auto is kapot. Je kunt auto's fixen. In de game. Boten en helikopters en alles. Maar dan moet je heel veel engine parts hebben en dan kun je met de auto rondrijden. Dat zou zo veel chiller zijn. Maar je kunt niks pakken. Ik loop nu over een weg langs de Janukovsk. Ik loop eruit. Hoe ver ben je al? Every spot. Hé, is een tentje hier. Wat kan ik met het tentje? Old camping tent. Kijk, ik ga daar, 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 daar. Ik snap nog steeds niet wat ik met de old camping tank kan eigenlijk. Ik wil take doen, maar dat wil niet. Laat ik zo zeggen. De meeste. Ik heb alles al. Ik snap dat ding niet. Af en toe. Of er zit gewoon niks meer in die old camping tent. Dat zou ook kunnen, maar. We doen niet veel. Hij doet niks, die server. Requesting character data from server. Ik zou even wachten hier. Voordat ik in mijn channel Ghost uit ben en jij weet ik veel waar spawnt. Helemaal niet, hoort je zo. Jij ja, neemt service en tijd, ik ben altijd mijn mail aan het checken op mijn telefoon. Modern Warfare 3 DLC Collection 2 livestream. Nou, heel mooi machine weer. Geen bedankt hè. Fuck af met je Modern Warfare 3 DLC. Jeeves, word je ongeduldig? Bitch. Ik ga wel liggen slapen ondertussen, dit duurt lang. Ah, lekker op de grond liggen. Met uitzicht op Chernobyl. Zo lekker donker. Play Chris 2 disconnected. Mijn keuken gaat echt in slaap van. Hij schudt ook eens een malle, waarom schud je zo? Nou, als je spannen. Oh, nee. Wat? Kom maar over. Oeh, ik ben achter u. Ik ben juist achter Bolatto. Bolatta. Je moet teruglopen. Fucking hell. Jij bent bij Bolatto? Lota? Ja. Moet ik weer tot Channel go? Oh. God damn it. Ik weet niet wanneer we begonnen zijn, maar ik denk dat het nou op een beetje een half uur zit. Gok ik. Dan
denk ik dat dit het einde is van deze party. Jullie weten wat er waar Yves gespawnd is. Dat is denk ik een hele mooie cliffhanger. Nou, dat is geen cliffhanger trouwens. Dat was cliffhanger geweest als we dat niet hadden gedaan. Maar ik mag nou terug gaan rennen en kijken als ik dat overleef. Langs deze auto, over de pijp. Door het bos, naar Yves toe. Maar dat zien jullie dan in part 2. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ondanks dat het zwart wit is. Donker. Nog niks tot vrij weinig gebeurd is. En zo hoop ik alsnog dat jullie het leuk vinden. En we zien jullie wel weer in part 2. Yo!